spektakelen. Wat vind jij van Rob Jetten? Nou, ik vind het een leuke man, maar ik vind nou niet dat hij echt iets bijzonders bereikt heeft, nee. Oh, dat was ook een goede tekst voor mij geweest. Ja, die was leuk geweest, ja. Ja, kennen jullie elkaar eigenlijk? Nou, eigenlijk niet zo, maar via heb ik het idee dat we elkaar heel lang heel goed kennen. Maar wij missen elkaar steeds op events. Ja, we hebben een beetje dezelfde achtergrond, denk ik. Nou, ja. Koerdisch sowieso. Ja, toch? Precies. Ja. Ik denk dat iedere Koerdisch persoon denkt, oh ja, dat is een soort van ergens familie van mij, want een achterneef zal met een achternicht getrouwd zijn. Zo is het er altijd. Het is een beetje incestueus allemaal. Maar dan moet je ook altijd, want motorrijden zwaaien altijd naar elkaar. Maar Koerdische mensen zwaaien dan ook allemaal naar elkaar. Zo nee, maar ik zie dus wel aan haar dat zij Koerdisch is. Dat vind ik grappig. Maar mijn moeder ken je wel, toch of niet? Ja. Want die zegt steeds, oh, het is zo'n leuke vrouw. Zeg, valt wel mee, man. Om je zo over te reven. Nee, ik ben echt heel leuk. Ja? Maar hoe ken jij de moeder van Otje dan? Ja, dat is een heel lang verhaal. Ook via. Maar er zijn soms leuke feestjes. En als je daar komt, dan... Maar ik neem je wel een keer mee. Oh, gezellig. Nou, of je vrouw goed. Misschien, denk ik. Ja, die is er ook. Ja. Even de toelichting, Hella, waarom hij het goed gedaan heeft. Licht even het verhaal toe, want ik ben wel benieuwd. Hij begon natuurlijk als klimaatdrammer inderdaad. Ja, Plasterk zat er gewoon af te zeiken ook in het begin. Ja, zeker. En dan had hij dus een duimpje bij die hemwegcentrale van ja, die gaat dicht. Maar ja, wat die dan ook zegt, toen die minister werd, is hij echt snel gaan schakelen. Toen is natuurlijk ook de coronacrisis uitgebroken. Heel snel LNG-terminal neergelegd. Kolencentrales weer open. Daar heeft hij echt ook wel, want dat mocht officieel nog niet. Kolencentrales, ja? Ja, dat we hebben toen weer bijgestoken. Ja, we hadden natuurlijk geen gas meer van Poetin. Oké, nee, maar je zei het zo. Kolencentrales, die schrok me rot, man. Oh, sorry. Ja, ik moest dicht in de microfoon praten. Nee, maar kolencentrales waren wel heftig nu, ja. Dus dat heeft hij gewoon goed gedaan. Kijk, hij krijgt ook geen 10. Er zijn ook wel dossiers die nog om veel aandacht schreeuwen. Maar we begonnen ermee met, toen we dat hoofdlijnenakkoord lazen, dat klimaatfonds van 35 miljard overeind. Dat blijft gewoon overeind, En Geert Wilders zat een beetje te mokken erover. En toen dachten we van ja, nou dan is er dus toch iets overeind gebleven. Laten we er eens even induiken. Dus heel veel mensen gesproken. Toen kwam er dus een heel positief beeld. Het is wel overeind gebleven omdat de VVD daarvoor geknokt heeft. Ja, Dylan moet natuurlijk nu heel even... Het is het grootste investeringspakket van dit kabinet. Want hij is nog hoger geworden. We hebben er ook nog eens bijna 10 miljard opgeplust voor kernenergie. Waar D66 ook gelukkig ingeschakeld heeft. Die zijn gedraaid van hun standpunt. Dus ze zijn nu ook voor. Ja, maar dat heeft hij ook gedaan. Ja, hij is opeens. Ik dacht dat het een feestje zou worden hier. Ja, die zit ze gewoon een beetje te promoten hier, hè? Die land. Ik trek het gewoon even recht, hoe het echt te gaan is. Ja, na de debakel van de verkiezing probeer je nu alles weer uit te leggen dat het heel positief is. Ik neem nog een slok. Oké, ja. Niet. Nou, ik moet wel eerlijk wat je net zei, dat je dacht dat je derde zou worden. Dus eigenlijk is het best wel goed gegaan dat je tweede bent geworden, toch? Als je het zo bekijkt. Ja, 2,5. Nou ja, goed. De nieuwe wordt Sophie Hermans. Even jouw eerste indruk daarvan. Sophie Hermans gaat dat waarschijnlijk doen. Ik vind dat zo'n verschrikkelijke vrouw. En dat vind ik niet leuk om te zeggen over vrouwen. Want ik ben echt een supporter van vrouwen. En vooral van vrouwen op posities. Je bent supporter van Dylan bijvoorbeeld. Ja, nou ja, ik ben niet altijd eens. Nou ja, ik zou nooit VVD stemmen. En op de inhoud zouden we elkaar niet vinden. Maar ik vind het wel een sterke vrouw waar ik respect voor heb. Maar dat heb ik met Hermans. Maar dat komt misschien door de affaire met de vorige voorzitter of zo. Waar ik het idee had dat ze toch best wel een beetje een gladde rol speelde. Waardoor ik haar dus ook per definitie onbetrouwbaar vind. Wat vrij normaal is voor een politicus. Maar ligt je even die rol toe dan? Onbetrouwbaar. Nou, ik vond dat ze haar voorganger best wel een naaistreek heeft geleverd. Maar hoe denk jij daarover? Dat had ze niet zo hoeven te doen. Vertel eens even wat jij daarvan vindt. Nee, we gaan daar wel een keer over hebben. Wat ik niet leuk vind. Ik stel je gewoon een vraag. Overal ben je helemaal straight over. Dus geef antwoord. Wat vind jij daar nou van? Ah, dat is onzin dan. Als ik het dan eerlijk zeg, dan is het onzin. Je vindt het geen naaistreek? Nee, maar kijk, Sophie Hermans is denk ik een van de meest hardwerkende, integere personen sowieso in dit land. En in de politiek. Ik ken echt bijna niemand die harder werkt. En die alleen maar bezig is met wat is in het belang van dit land. En dan kan je mee eens zijn of niet mee eens zijn. Maar dat is echt haar drijfveer altijd. Dus ik ben ontiegelijk trots dat ze deze post gaat doen. Die gaat ze ook heel goed doen. En dan gaat ze ook eens laten zien wat echt liberaal beleid op klimaat is. Wat echt iets anders is dan ideologisch in wat dingen geloven. En dan zijn toch ook wel kritiekpuntjes. Ieder mens heeft toch wel een krasje waar het niet zo goed van is. Wat zijn de kritiekpuntjes voor haar dan? Waar moet ze aan werken? Nou, zij heeft heel lang aan de kant van de Kamer rondgelopen. En daarvoor als politiek assistent. Als tassendrager natuurlijk van Rutte ook nog. Nee, die is flauw. Ze heeft heel hard toen gewerkt en gezorgd dat Mark Rutte ook op de plekken kwam waar hij kon komen. En nu moet ze het zelf gaan doen. En ik weet zelf hoe dat is. Dat is inderdaad dus even die knop om. Iemand adviseren is altijd laagdrempeliger dan het zelf doen. Ja. Maar ik ben Maar jij vindt wel dat ze netjes omgegaan is met Ariep. Je vindt dat ze dat kunnen Ja, zij heeft daar geen enkele rol
ingehad in de richting die je net bedoelde. Vandaar dat ik zei, dat is volgens mij een beeldvorming en een heel verhaal. Nee, daar heeft Sofie echt helemaal niks mee te maken gehad. Ja, ik denk dat het gewoon interessant is van Rob Jette. Weet je nog dat die robot Jette was? Ja. En dat iedereen ook echt dacht van nou, die man, dat wordt nooit wat. Hij is nog maar 37. Ik denk dat we gaan nog veel van hem horen. Ik ben iets milder. Ze was natuurlijk secondant voor de VVD bij de Rutte 4. En Jette was dat vanuit D66. We kennen haar natuurlijk als een wat minder prominent, wat flatser eigenlijk. Hè? Ja, maar je weet nooit hoe mensen naar hun functie gaan staan. Maar communiceren is ook een vak. Hè? Ik bedoel, dat kan jij. Ja, maar dat ga je dus nu zien. Dus eigenlijk vind ik het wel spannend hoe ze het gaat doen. Tot op heden wat ze heeft moeten laten zien, ging niet heel soepel. Ja, maar kijk, er zijn heel veel verschillende rollen die je in de politiek ook moet hebben. En Sofie is degene die zowel voor als achter de schermen echt dingen voor elkaar krijgt. Je hebt niks aan mensen die alleen een team, ook nog met voetbal. Je hebt allemaal verschillende rollen nodig. En zij is ook in debatten, maar ook achter de schermen. Dat ga je nu ook zien. Zij is degene die altijd bezig is met hoe kom ik waar ik moet komen. En niet met politiek gedoe. En dus jullie hebben zo'n driemanschap. Drie dames die elkaar steeds opzoeken binnen de VVD. Wordt ook gesuggereerd, toch? Ik vind dat zo gejank. Hè. Als er drie mannen ergens in de top zitten, dan is dat gewoon dat prima. Dat is logisch. Ja, ik vind dat echt. Ik hoop wel, weet je, Wilfred, doe daar niet aan mee. Want dan ga ik echt helemaal los. Vind je het ook niet niemand jou, leuk, behalve voor mij. Maar je zit nu opeens met drie vrouwen aan tafel. Hoe voelt dat nou? Zo'n beetje ongemakkelijk. Ja, ik zou deze gewoon niet doen. Want ik zoek hem wel op, maar ik denk tegelijkertijd, is dat verstandig om hem nu op te zoeken? Ik zou deze echt laten. Ja? Ja, ik zou deze echt laten. Is dat verhaal niet waar? Ik vind echt gejank. Bent de Becker en jij echt gejank. Wij zijn gewoon professionals die functie hebben. En mag ik het zeggen? Ja, ik vind het gewoon klein piemelgedrag als je daar dan over gaat lopen janken. Maar waar komt dat vandaan, denk je? Wacht even, ik moet even klappen voor haar, hoor. Ja, Jezus. Ja, ik kan er zo niet meer tegen. Maar waar komt dat vandaan, denk je? Is dat het Old Boys Network waar dan zo opeens... Gewoon kleine piemels, ja. Die vinden het moeilijk dat er een nieuwe tijd aan breekt. Laat ik het nou niet nog een keer zeggen. Ga over naar een ander onderwerp. Nou ja, ik vind het wel opmerkelijk. Want nu deze week hoor ik ook weer vanuit de achterban van de VVD... dat ze zo klagen over die samenwerking met de PVV en waar zijn we aan begonnen. Ook allemaal prominenten. Nee, ik wilde maar aangeven, er zijn altijd krachten van buitenaf die dan... Dat is prima. Ja. Je mag, heb gewoon kritiek op mijn werk, op de inhoud, wat je ervan vindt. Maar dat dan toevallig iemand vrouw is of twee of drie vrouwen ergens in de top zitten. Get over it, weet je. Hier vind ik wel. Ja, duidelijke taal. Ik ben het helemaal met haar eens, ja. Goed dat je elkaar steeds beter gevonden hebt. Ja, wij zijn ook een vriendinnenclubje bij pennen met elkaar. Oh, ja? Als jij door blijft praten, dan vinden wij elkaar wel. Dat is eigenlijk een geheim genootschap. Ja, dat brengt me. Hey, nog even iets over de arbeidsmarkt in Nederland. Personeelstekort, groot probleem natuurlijk allemaal. De Europese Commissie heeft ook aangegeven, er moet wat gebeuren in Nederland. Wat moet er gebeuren? Nou, ik denk dat we sowieso toch meer moeten... Dat is eigenlijk wel een langer antwoord. Maar altijd meer moeten robotiseren en automatiseren. Zeker ook in de tuinbouw, waar nu nog heel veel arbeidsmigranten komen die het allemaal nog met de hand doen. We hebben laatst ook voor EW iemand geïnterviewd. Dat is jullie belachelijk. Ik zeg het nog maar even. Ja. EW, jongens. Maar die heeft een robot voor €175.000 gekost. Om die tuinbollen, om die bloembollen te... We hebben ook heel veel arbeidsmigranten waarschijnlijk toch nodig? Alleen om die bloembollen dus nog schoon te maken heb je mensen nodig. Maar het uit de grond halen, dat kan nu een robot doen. Maar dan moet je er wel in willen investeren. Ja. Eigenlijk kan je zeggen dat als je niet robotiseert, dat je en de arbeidsmigranten daarvoor gebruikt, wat natuurlijk hele goedkope arbeid is, dat je eigenlijk niet innovatief bezig bent. Dat je eigenlijk een beetje blijft hangen. Dus ik denk dat Nederland daar echt nog wel een stap moet zetten. Zeker voor bepaalde sectoren. Ja, over werk gesproken. Vorige week zat Dominic Weesen hier. Die vertelde dat je meedeed aan een screentest voor een nieuwe talkshow. Dit vind ik zo'n heftig gedrag. Dit is gewoon tot achter de schermen. En dat heeft hij hier in de uitzending verteld. Heeft hij dat verteld? Hij zat hier gewoon. Ja, on air. Ja. Ik luister altijd, maar vorige week kon ik het on air vertelde hij dat. Dat je deze week een pilot ging opnemen. Dus ik was even benieuwd hoe dat gegaan is. Nee, dat ging goed. Maar heeft hij dat echt verteld? Dat heeft hij echt on air verteld. Dan zou ik die, zo ben ik echt niet. Ja, ik vertrouw jou nooit. Maar wat is dit nou weer? Dat zou ik toch nooit zomaar gebruiken? Oh ja, nee. Het was inderdaad een... Ja, dat geloof ik dan ook weer niet eigenlijk. Nee, geloof je dat niet? Oké, nou ja, goed. Dat on air vertelt, geloof je ook niet. Dat is wel serieus waar. Ik geloof wel dat Wilfred alles gebruikt om dat nieuwtje te krijgen. Ja, maar hoe was het? Is het leuk geworden? Hoe lelijk ze is over je? Dat je alles ervoor zou doen om dat nieuwtje te krijgen, hoor je dat? Ja, maar dat is de kracht van dit programma. Jij bent gewoon kansloos hier, Wilfred. 15 jaar, maar hoe was het? Het was leuk, ga door. Ja? Dan komt het er ook? Nee, ja, dat weet je toch nooit. We maken honderden screentests, doen we pilots draaien. En hoeveel je bagatelliseert hier. Je bent het aan downplayen nu. Nou ja, het lijkt me sterk dat het er echt doorheen komt, ja. Ja? Ik heb gewoon meegedaan. Ja, ik had gewoon niks te doen. Oké. Duidelijk. Ik denk dat ze heel enthousiast reageren weer poot als ze dit zo horen. Nee, wel. Ik vond het leuk. Maar ik bedoel, hoeveel pilots heb jij gedraaid in je leven? En hoe vaak is het doorgegaan?
Ik denk dat ik er maar 1 of 2 in mijn leven heb gedaan of zo. Over het algemeen. Wilfred Genee. Wilfred Genee, je mag niet liegen op de radio. Ik doe al 20 jaar hetzelfde. En al 5 jaar Maar jij barst altijd van de ideeën. Je hebt 100 programma-ideeën. Ja, laatste quiz weer. Die loopt ook als een tirelier. Daar hoor ik wel veel goede dingen over. Ja, dankjewel. Helle Huuk, EW, heel veel succes. Dankjewel. En tot de volgende keer. Tot over 15 jaar wil je zeggen. Nee, volgens mij kom je binnenkort weer langs. Toch? Ja, zeker. Dat is wel mijn ambitie. Ja, oké.